Hoi, Stefan hier, Barbecue Baas. In deze video laat ik je zien hoe je een hele kip waanzinnig lekker klaar kunt maken op de barbecue. Dit ga ik doen met behulp van bier en een Dutch oven. Natuurlijk zijn er vele wegen die naar Rome leiden en kun je een hele kip op meerdere manieren heerlijk bereiden. Ondanks dat zou ik je deze manier echt ontzettend aanraden. Je hebt ook niet heel veel nodig om dit te kunnen maken. Een dichte barbecue, een Dutch oven en bier naar keuze. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. En dat laatste, dat heeft eigenlijk bijna iedereen wel in zijn of haar koelkast staan. Hoe je verder aan de slag moet gaan, dat ga ik je natuurlijk precies in deze video laten zien. Ik heb een hele kip gehaald bij de Walnoothoeve in Hoeve. De Walnoothoeve is een klein poliersbedrijf met streekproducten en puur gericht op de vrije uitloop van hun dieren. Heel erg mooi om te zien. Ze zijn gevestigd in Hoeve, een klein dorpje in Noord-Brabant, vlakbij de Belgische grens. Mocht je hier ooit eens in de buurt zijn, is het zeker de moeite waard om daar eens een bezoekje te brengen. Heb je verder nog vragen over dit allemaal? Stel ze dan gerust, dan reageer ik uiteraard zo snel mogelijk. Kijk lekker mee in deze video. We gaan de kip eerst in de rub zetten. Ik voorzie hem eerst van een laagje olijfolie. Dit dient simpelweg als een plaklaagje. Je zou ervoor kunnen kiezen om alleen het borstgedeelte in de rub te zetten, omdat de rug straks in het bier komt te liggen. Ik doe het gewoon helemaal omdat ik het heerlijk vind als de rub straks mee gaat stoven in het bier. Ik gebruik overigens de Spanish Delight rub van No Rubbish. Ik knip een paar verse takjes tijm af uit eigen tuin, zodat het lekker mee kan gaan stoven. Dit plaats je uiteraard aan de binnenzijde van de kip. Ik geef de barstert maximaal zuurstof door de luchtschuif van de onderkant helemaal open te doen. En dan kunnen we hem aan gaan steken. Ik stook de kamado op tot ongeveer 150 graden Celsius. Dan is het tijd om de barstert geheel indirect in te delen en dan stoken we hem op naar een indirecte temperatuur van 180 graden Celsius. De Dutch oven kun je mee laten verwarmen zodat het gietijzer alvast lekker warm wordt. Kies een van je favoriete biertjes uit. Ik ga in dit geval voor de Leffe Triple Triple. Bij een indirecte temperatuur van ongeveer 150 graden Celsius kun je het bier al in de Dutch oven doen en dit kan alvast lekker mee opwarmen. Bij een indirecte temperatuur van ongeveer 180 graden Celsius kan de kip de Dutch oven in. Doe dit wel heel voorzichtig en pas op met spetteren. Deksel op de pan en laat het ongeveer 20 minuten lekker zijn gang gaan. Dan ga je voor de eerste keer de temperatuur meten. Dit ziet er al heerlijk uit. In deze video heb ik gebruik gemaakt van mijn barstert en niet van mijn Big Green Egg. De simpele reden hiervoor is dat ik een redelijk grote Dutch oven gebruik en een Large Bordel barstert biedt gewoon meer ruimte dan een Large Bordel Big Green Egg. Daarnaast gebruik ik uit gewoonte heel vaak mijn Big Green Egg en is het ook gewoon tof om de barstert eens aan te steken. En zoals je ziet, het resultaat ligt er niet om. Dit moet hem zijn. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Meet een kip altijd op 4 à 5 punten goed na, zodat je er zeker van bent dat alles goed gaar is. Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat. Dit is geen heel moeilijk recept, dus probeer het zelf zeker ook eens. Dankjewel voor het kijken van deze video. Vergeet je niet te abonneren, het is helemaal gratis. En graag tot de volgende!